Nou, we staan vandaag bij het Nederlands kampioenschap ijsbreiden. Dat wij samen met Curio organiseren met Carpegiani. En ja, er zijn op dit moment 26 deelnemers die er kunstje aan het vertonen zijn. Op het gebied van ijsdraaien natuurlijk. De studenten hebben ook aan de jasje getrokken om erbij te zijn. En niet alleen om lekker bezig te zijn, maar ook om zeker rond te kijken en te zichzelf te laten inspireren ja, waar ze in de toekomst naartoe moeten. Bij die kaart stond een hele bestje. Ze schept de ene naar de andere boom. Ik blijf een tijdje heel goed kijken. Oh ja, mijn hoofd staat goed op hol. De eerste drie die hier winnen, die gaan door naar de Europese kampioenschappen in Bologna. En mocht je daar weer heel goed scoren, dan word je zelfs uitgewezen naar de wereldkampioenschappen. En dan kun je dus wereldijsmaker waar worden. Nou, eigenlijk is de ijsbereiders maken een eigen mix thuis, die nemen ze mee. En daar voegen ze eigenlijk allemaal ingrediënten aan toe. Die gaan ze hier afdragen op onze ijsmachines van Carpegiani. Nou, ze moeten ongeveer 6 liter basismix meenemen. Er wordt een eigen compositie voor gemaakt, zoals je ook in de vitrine zullen zien. En een gedeelte voor de jury. Dus de jury kijkt ook naar de opgemaakte bakken die ze maken, maar ook de proeven natuurlijk het ijs. En dat doen we in een apart bakje en dat worden de juryleden zelf geproefd. Ik moet zeggen, ik zag er iets meer tegenop, maar de sfeer is wel rustig ook. Zo van, nou, vertel maar wat je te vertellen hebt. Dus dat maakt me wel op mijn gemak. Ik had iets meer interesse verwacht. En dus een beetje over het recept. Ik had iets meer verwacht dat ze wat meer wilden weten. Wie ben je, wat doe je? Nou ja, het is wat het is. Ze lopen op achter het schema, dus ze zullen wat tijd in moeten halen. Ik heb verteld dat ik mijn ijs maak als sjamaan. Dus dat ik smaken maak waar ik energie aan verbind. En ik heb een beetje verteld waarom ik de smaak vrede heb gemaakt. En dat dat dus voortkomt uit dat ik vorig jaar een meisje uit de Oekraïne te werk had. En die wilde graag een ijsje met vrede. En dat het zo gekomen is. Dus dat heb ik verteld. Ja. Welke smaak was dat? Een banaan met safraan. Ja. En dat is een sorbet ijs. Dus ik maak geen roomijs. Het is gewoon op fruit- en waterbasis, zeg maar.